ouders die zijn een weekje op vakantie en ik was op het huis. En dat was eigenlijk maar één verzoek naast niet te veel troep maken. Of ik eventjes dat klote onkruid tussen die tegeltjes kan weghalen. Maar ik ben een hele luie jongen. Ik bedoel, dit is handig hoor, zo'n ding. Maar dat kan natuurlijk veel sneller. Het is eigenlijk heel simpel, deze hebben we al niet meer nodig. Het enige wat je namelijk nodig hebt is aanstekerbenzine. Ik heb hier gewoon een simpel flesje, die kost een paar euro. Kan je bij de sigarenboer halen. Tegenwoordig heb je van die onkruidverbranders. En dat is eigenlijk gewoon een soort vlammenwerper die je op het onkruid zet. En dan brandt het helemaal tot aan de wortel weg. Ik heb daar het geld niet voor. En ik vind het ook een beetje overdreven om met zulk grof geweld dat te lijf te gaan. Dus daarom gebruik ik aanstekerbenzine. En het is heel erg eenvoudig. Wat je namelijk als eerste doet, is je haalt een beetje van de grote borstjes haal je er alvast af. Zo, het is al voldoende. En dan spuit je het tussen die tegel. En wat juist handig is aan dit, die brandstof dat gaat tussen het zand en de aarde zitten, dus het brandt heel erg lang. Als jij even een aansteker hebt, kan ik het even in de fik steken. Trekt helemaal door. Oh, die stond al aan. Wees wel voorzichtig, want het brandt wel lang hoor. Houd een beetje in de gaten. Lijkt heel erg gevaarlijk, maar het valt eigenlijk wel mee. Als het eenmaal aanstaat, dan worden die vlammen wat kleiner. En het is ook niet heel erg heet vuur. Nou denk je misschien, hoe bedoel je, vuur is toch altijd heet? Maar zoals je zag zijn het gele vlammen en oranje vlammen. En die zijn altijd wat minder heet dan blauw en witte vlammen. En uit zo'n straalding, zo'n vlammenwerper, daar komt dus gewoon, ja, daar komen blauwe vlammen uit. En daarmee kan je ook gewoon je tegels beschadigen als je het verkeerd doet. En op deze manier niet. Nou, inmiddels is het vuur uit en je ziet het is helemaal weg, de onkruid. Het enige wat je dan nog hoeft te doen, is het eventjes wegbezemen. En dan is de onkruid tot op de wortel weggebrand. Nou, dit is de meest eenvoudige, snelle en luie manier om van je onkruid tussen de tegels af te komen. En vond jij deze video nou handig? Vergeet je dan niet te abonneren. Laat ook even een leuke reactie achter. Heb je zelf nog een vraag? Laat het dan ook even weten. En dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig.